Maar die Lotus heeft zoveel speed. Snelle start van Lotus Centaur. Die gaat makkelijk de kop pakken. Het is nog altijd Lotus Centaur die leidt. Lotus Centaur, daar komt Chabamil aan de buitenzijde. Die loopt wel ietsje, maar het gaat niet heel hard. Krebas aan de binnenkant. Bakker aan de buitenzijde. 14-1 de laatste 500 meter. En dit gaat Krebas wel redden. Lotus Centaur begint met een overwinning. Lada Lobel neemt de leiding over. De man in vorm, Jaap van Rijn. Alles lukt tegenwoordig. Lada Lobel die wint het hier. Zeer close in de tweede plaats. Lien Scherber met aan de binnenkant Lucia. Kan makkelijk winnen. Lada Lobel voor Lien Scherber. Daarachter is het close tussen Lancôme Boco en de leider van de lange leider van de koers, Lindsay.